Het is feest op de Laurentius. En bij feest horen natuurlijk slingers en ballonnen. Meer feest? Blijf dan kijken. Hier. Het is een feest omdat wij het hoofdgebouw, dat mooie gebouw aan de Vergavelaan, helemaal gerenoveerd hebben. En dat is zo prachtig geworden, na 99 jaar weer helemaal nieuw. Dat gaan we even heropenen, daar maken we met alle kinderen een groot feest van. En omdat dit gebouw ook uiteraard van ons is en met de groepen 1, 2 en 3, hebben we gezegd, we gaan die twee gebouwen aan elkaar verbinden om te laten zien dat we echt één school zijn. Dus feest! Hoeveel vlaggetjes dit zijn? Ik ben al heel lang aan het lopen en ik probeer een beetje te tellen. Maar het zijn er meer dan 500 hoor, denk ik. Echt waar, het zijn er zo ontzettend veel. Misschien zijn het er wel 1000 of zo. Zou dat kunnen? Ik weet het niet. Maar het zijn wel heel veel kinderen hier, heb je het gezien? Ja. Nou, we hebben twee nieuwe gebouwen. Ja, dat gebouw is helemaal opgeknapt en dit is een nieuw gebouw. En dit is de opening. En dan hebben we allemaal vlaggetjes gemaakt. En dan gaan we nou een hele lange vlaggenlijn helemaal naar het andere gebouw toe. En ik hoor aan jullie. En ik hoor, eigenlijk hoor ik aan jullie. Als jullie uitgehooid zijn, ik hoor aan jullie dat jullie eigenlijk een beetje willen feesten. En helemaal niet zo lang willen luisteren. Want het is feest vandaag. Wat vind je van het feest? Nou, natuurlijk geweldig, want. Ja, het bestaat 100 jaar en al die slingers, dat vind ik wel heel feestelijk en leuk. En waarom? Nou, ja, omdat natuurlijk de school 100 jaar bestaat en dat vind ik natuurlijk ook wel heel leuk. En al die kinderen en we zingen met z'n allen, dat vind ik wel leuk en zo. Dat was een leuk feest, hè? Meer feest op www.chattime.nl. Doei!